welkom op deze Koninginnedag bij het 39e Eurovisie Songfestival dat hier in Dublin wordt gehouden in het Point Theatre, een oude haven en treinloods, maar nu een prachtige hal voor grote theaterproducties. Natuurlijk is dit de avond van Willeke Alberti, die straks als 13e het immens grote podium zal betreden, met op de achtergrond een decor met talloze, veelal lichteffecten, waarin de traditionele en historische stadsgezichten van Dublin in beeld worden gebracht. En Dublin en Ierland worden ook zichtbaar gemaakt door middel van een unieke theatergroep, Mocnes, die u in deze opening ziet. De poppen die u gaat zien, dat zijn allemaal bekende Ierse persoonlijkheden, zoals Oscar Wilde, de voetbaltrainer Jack Charlton, James Joyce, president Mary Robinson, Bob Geldof en de zangeres Sinead O'Connor. Wanneer u zojuist heeft gekeken naar de speciale Eurovisie-uitzending van Bob de Roy, dan heeft u de sfeer van een weekje voorbereiding al kunnen proeven. Repeteren, persconferenties, ontmoetingen met andere deelnemers en vooral veel lachen en natuurlijk zingen. Vandaag nam de spanning merkbaar toe, ook bij Willeke, die weet dat het nu echt erop of eronder is voor Waar is de zon van componist Edwin Schimschijmer en tekstschrijfster Koot van Doesburg. En u heeft het zonder enige twijfel al in de kranten gelezen. Willeke behoort niet tot de echte favorieten, maar ze is zeker na de repetities van gisteren en vandaag wel in de rol van de verrassende outsider gekomen. En de theatergroep Mocnes komt nu het theater in. De voorlopige favorieten bij de boekmakers, maar ook die hebben het wel eens keer fout, zijn Duitsland, Engeland, IJsland, Portugal, Malta, Polen en weer Ierland. Want laten we het niet vergeten, de reden dat we hier in Ierland zijn, danken we aan Niamh Kavanagh en de auteur Jimmy Walsh en hun In Your Eyes. Vorig jaar in die omgebouwde koeien- en paardenstal in Mill Street bezorgden zij een tweede opeenvolgende overwinning voor Ierland. 25 liedjes vanavond en natuurlijk ook twee presentatoren. De 27-jarige Cynthia Ni Nymwerigl en de 37-jarige Jerry Ryan, die onder luid applaus worden binnengehaald door het internationale publiek hier in het Point Theatre in Dublin. En ik wens u natuurlijk allemaal een fantastische avond en nu al op deze Koninginnedag straks heel veel succes voor onze Willeke. A ord vera, a hishig, a huini usle. Caeb fortirov gudi achle na fuinte blot lia. Cush luchoira go radio telefish eiren an nio comortas aur an neochta orafisha is triacha a chur i war lahir. President, Lord Mayor, Taoiseach and dignitaries, welcome to the Point Theatre in Dublin where tonight Radio Telefish Éireann is proud to present the 39th Eurovision Song Contest. En u zag de president van Ierland in beeld, mevrouw Mary Robinson. Madame la Présidente, Monsieur le Maire, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue au 39e concours de la chanson de l'Eurovision. Welcome also to the hundreds of millions of TV viewers tuned in to RTE's Global Jukebox. This is Eurovision's fifth outing to Ireland and its fourth visit to Dublin. Dublin, or Blá Clia, as we say in Irish, has become the unofficial home of culture and creativity. The James Joyce à Samuel Beckett en passant par U2 et Sinead O'Connor. Notre tradition a toujours été une tradition de culture. With writers such as James Joyce and Samuel Beckett, and performers like our U2 and Sinead O'Connor, early and surely on the world's literary and music map. Dublin, zoals ik sindsjaars langzamerhand, echt een officieel cultureel centrum geworden voor tallozen. Een traditie opgebouwd met James Joyce, met Samuel Beckett, met het Bolshoi Theater, met U2 en Sinead O'Connor. Tonight, Europe comes to the dock of Dublin Bay. And over the next couple of hours on RTE, the Point Theatre will become the music arena that decides who will follow in the footsteps of last year's winners. And composer Jimmy Walsh, that the song contest returns to Ireland tonight.
Fanagy Lynn, Govekamid, Codri League and Grand Prix in Leona. Cade Mila Falchion, a very special welcome to the seven new states competing for the very first time in a Eurovision Song Contest. Tonight we've Estonia, Romania, Hungary, Russia, Poland, Lithuania and Slovakia. En een speciaal welkom natuurlijk voor de nieuwe Eurovisielanden die vanavond hun opwachting maken. Het zijn Estland, Roemenië, Hongarije, Polen, Rusland, Litouwen en Slowakije. 18 other countries competing for the Grand Prix, ably assisted by the RTE Concert Orchestra, under the baton of Noel Keelehan and the leadership of Michael Darcy. En dit applaus geldt het RTE Orkest. Eerste violist Michael Darcy en u zag hem net in beeld, dirigent Noel Keelehan, die vanavond aan zijn 22e Eurovisie Songfestival begint. Tonight's order of appearance has been decided by a draw, as per usual. But the honor of opening the 39th Eurovision Song Contest goes to Sweden. En loting heeft natuurlijk de volgorde bepaald. Alle liedjes worden zoals vrijwel ieder jaar ingeleid met een filmpje waarin de mooie kanten van Ierland worden getoond. Hier bijvoorbeeld Ierse schrijvers en bibliotheken. Zweden mag als eerste op het podium en brengt meteen de kwaliteit met zangeres Marie Bergman en Roger Pontere. Het liedje heet Sharonuna. Mary Bergman is nu 43 en behoort al lange tijd tot de belangrijkste Zweedse zangeressen en vertegenwoordigt de Zweedse als lid van de groep Family Four al in 1971 en 1972 op het festival. Roger Pontere, 42 jaar, uit het lapse noorden van Zweden, wordt vaak beschreven als een zanger die de wildernis in de ballroomzalen brengt en kamermuziek in de tundra. Nou, u zult straks zien dat hij een exotisch element is in de Zweedse muziekcultuur. Het lied vraagt echt aandacht. De tekst gaat over een verloren liefde, maar de ontstane eenzaamheid verdwijnt in een eeuwige zoektocht naar het geluk. Sharonuna, de ster. Muziek van Peter Bertilsson, tekst Mikael Lidwold. En u ziet straks in beeld verschijnen de dirigent van Zweden. Een bekend gezicht voor velen van u, Anders Bergelund, die voor de 10e keer voor Zweden dirigeert. För att ge mig av din härlighet eller försvinner du någonstans i ett träng där dina tårar blir en spegel av den ensamhet som jag känner nu. Dagen kvar tills morgonen tänder stjärnorna som lyser upp i natt som ger vår kärlek kraft som leder oss när vinden vänder stjärnorna som styr ledets hand när hjärtan sätts i brand som leder oss till drömmens land. God morgon min sol, tänk om jag kunde se allt det som bara du kan se. Då visste jag allt det du vet om vad som händer med oss båda i en morgondag. Om du stannar kvar, så om du ger mig all det ljus du hör. Yeah.
Zweden, Marie Bergman en Roger Pontare met Stjärnorna. Zweden, driemaal Songfestivalwinnaar tot nu toe. We gaan naar het hoge noorden, of we blijven er liever gezegd, we komen bij Finland. Vorig jaar stuurde de Finnen de ervaren Katri Helena, die met haar Tulelu 17e werd. En nu kiezen ze voor de jeugd van twee meisjes uit Lapland, Virpi en Katja Ketke. U heeft ze net bij Bob de Roy gezien, die hun familienaam hebben omgezet in Ketket. Beide meisjes willen van muziek hun beroep maken. De een prefereert werk op een muziekschool, de andere wil graag meer de operakant op. Bye Bye Baby is het prototype van een songfestival niemendalletje dat gemakkelijk in het gehoor ligt en daardoor zeker her en der de punten zal sprokkelen. Het thema is simpel. Een meisje zegt haar vriendje de wacht aan omdat hij er nog andere vriendinnen op nahoudt. Bye Bye Baby. Voor de hoogste Finse klassering moeten we alweer 21 jaar teruggaan naar 1973 met Marion Roengs Tom Tom Tom. En dat werd zesde. Cat Cat, hun auteurs Kari Salli en Make Lentonen hopen nu op een hoge klassering en doen dat onder leiding van het orkest dat gedirigeerd wordt door Olli Ahvenlahti. Zelf dit Bye Bye Baby van Cat Cat uit Finland. Next we have the Irish entry. Paul Harrington and Charlie McGettigan performing Rock and Roll Kids. But first, let's take a look at what we humbly consider to be the Boulevard Saint-Germain of Dublin.
Een wandeling door Crafton Street in Dublin. 29 songfestivals hebben Ierland tot nu toe 5 eerste plaatsen opgeleverd. Dana in 70, All Kinds of Everything. Johnny Logan in 80, What's Another Year. Logan in 87 met Hold Me Now. In 92 Linda Martin met Why Me. En vorig jaar Niamh Kavanagh met In Your Eyes. En ook dit jaar zijn er weer tallozen die de overwinning probleemloos zouden willen gunnen aan Paul Harrington en Charlie McCatigan en Rock and Roll Kids. Een heel mooi, eenvoudig nummer, maar geraffineerd gecomponeerd en heel klein uitgevoerd met het accent op de piano en de gitaar. Iedereen die de rockperiode heeft meegemaakt zal de inhoud aanspreken. Rock'n'roll pubers in het begin van de jaren 60 die elkaar vonden in de liefde voor de rockmuziek van Jerry Lee Lewis en Elvis Presley en later uit elkaar groeiden. Paul Harrington en Charlie McCatigan zien er ook uit als de rock'n'roll kids van toen. Nu wat ouder, wat grijzer en een beetje wallen onder de ogen. De componist en tekstschrijver van het lied, dus eigenlijk de echte rock'n'roll kid, is Brendan Graham. En hij schreef al eerder voor het Songfestival in 76 en in 1985. Geniet met volle teugen van deze rock'n'roll kids. I remember 62. I was 16 and so were you. And we lived next door on the avenue. Jerry Lee was big and Elvis too. Blue jeans and blue suede shoes. And we never knew what life held in store. We just wanted to rock and roll forevermore. We were the rock and roll kids. Rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine. But that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love with the girl next door. Mary's down at the record store. They don't wanna be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak. Too busy running to a different beat. Hard to understand. We were once like them. How I wish we could find those rock and roll days again. We were the rock and roll kids. And rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine. But that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll. We just never seem to rock and roll anymore. En wat is muziek toch mooi wanneer het tot zijn essentie teruggebracht wordt. Paul Harrington en Charlie McCadigan en de Rock'n'Roll Kids. En natuurlijk veel applaus hier in de studio in Ierland. Beelden van Kortshin, het Glenforest Park in Ulster, vormen de achtergrond van de inleiding van de bijdrage uit Cyprus. Imme Anthropos Ke Evo heet het lied en het wordt gezongen door Efridiki. Het lied gaat over een zelfstandige vrouw die in de liefde het initiatief in eigen hand neemt en niet afhankelijk wil zijn van haar partner. Ik ben ook menselijk, zo zou je de titel kunnen vertalen.
Efridiki is geen onbekende in het Songfestival, want 2 jaar geleden eindigde ze in Malmö op een 11e plaats met een toen wel misschien wat onderschat nummer Terjaasu mee. De componist-tekstschrijver was toen en is ook nu weer George Theofanous, die u straks ook het orkest ziet dirigeren. Efridiki en George zijn overigens vorig jaar met elkaar getrouwd. Het lied is een ballade met veel emoties en typische kenmerken van de Cypriotische en Griekse muziekcultuur. En een klein vleugje Nederland zit er ook nog aan in de backinggroep. Straks bij het optreden rechts in beeld, nu bijna links, een halve Nederlander, Demos van Beke, die vorig jaar nog zelf de Cypriotische inzending verzorgde, maar toen slechts op een 19e plaats eindigde. De dirigent dus, ik zei het al, de componist George Theofanous. Που δεν χωράει τη φρικτή μου τη σιωπή να με ξυπνήσει με ένα θάνατο φιλί. Νύχτα φωτεινή και πάλι θα σε κρύψουν, τρέμει σαν παιδί μήπως ανακαλύψουν. Βάζεις τη στολή να μη σ' αγγίξουνε τα πώς και τα γιατί. Μα είμαι άνθρωπος κι εγώ. Κι όταν το πρωί μες στον καθρέφτη θα φοβάμαι να με δω, μη με φωνάξω ψεύτη. Τα σημάδια θα ρωτώ αν έκανα όλα αυτά που είχα στο μυαλό. Άνθρωπος κι εγώ κι απόψε θα φωνάξω. Άνθρωπος κι εγώ βαρέθηκα, θα αλλάξω. Άνθρωπος κι εσύ που έχεις στα χέρια τη δική μου τη ζωή και πριν προλάβω πως είμαι άνθρωπος κι εγώ, ένα κομμάτι από τον ίδιο το δικό σου το Θεό. Κι έχω δικαίωμα να κλαίω, να γελάω, να φωνώ. Κι όταν από τον ίδιο ουρανό που άλλοι πετάνε να πετώ. Μα είμαι άνθρωπος κι εγώ κι έχω στα χέρια τη δική σου τη ζωή. Και πριν προλάβεις να μου πεις πως μ' αγαπάς, σε σκοτώνω. Γιατί είμαι άνθρωπος κι εγώ, είμαι άνθρωπος κι εγώ. Σύπρος εν Εφρυδική, είμαι άνθρωπος και εγώ. Join Siga and friends on the cobble streets of Temple Bar, a quarter buzzing with the sounds of arts, music and melody. Beelden van het artistieke centrum Temple Bar voor IJsland, dat voor de 9e keer meedoet en een bekende stuurt. De zangeres Siga, die met Greta Örvarsson in 1990 als Tjarnin vierde werden in Zagreb en in 1992 als een van de zangeressen van de groep Heart to Heart zevende in Malmö. En het zal niemand verbazen als daar nu voor haar als solozangeres nog een toppositie bij komt. Want het IJslandse liedje is vrolijk, sprankelend, ligt gemakkelijk in het gehoor en wordt heel sterk door Siga uitgevoerd. Het heet Nightur, Nachten. En het gaat over de lange IJslandse nachten, de liefde en de dromen die men dan kan waarmaken.
Componist Fredrik Karlsson schreef 2 jaar geleden Nai Eda Ja voor Siga en haar kompanen. En tekstschrijver Stefan Hilmarsson is een festival oudgediende. In 88 lid van de groep Beethoven, in 91 een van het duo Stefan en Effie en in 92 de tekstschrijver van het algenoemde Nai Eda Ja. Siga en voor het orkest de arrangeur en dirigent Frank McNamara. Siga en Naitour. En dat refreintje, dat blijf je in je hoofd houden, ook als je midden in de nacht wakker wordt. Onze Engelse vrienden sturen dit jaar Frances Rouvelle, een zangeres die in de musical haar eerste successen behaalde met een rol in Starlight Express en vooral met haar bijdrage aan Les Misérables, waarvoor ze zelfs in Amerika de Tony Award, de Theater Oscar, kreeg. Sindsdien heeft ze haar carrière ingericht op het solowerk met een aantal moderne, eigentijdse producties. Haar We Will Be Free of Lonely Symphony baarde bij de nationale finale in Engeland nogal wat opzien door de body language bij haar presentatie. Engeland hoort zeker weer tot de favorieten, een rol die de Britten bijna automatisch krijgen toebedeeld. Hun laatste overwinning in 1981 was met Bucks Fizz, maar het was ook hier in Ierland. En zoals u weet grossiert Engeland verder in tweede plaatsen. 14 in totaal nu al, met name als Cliff Richard, The Shadows, Lindsay de Paul, Matt Monroe, Michael Ball en vorig jaar Sonia. En je vraagt je af of dat lot ook Frances Rouvelle boven het hoofd hangt. Tijdens de repetities de afgelopen dagen werd Will Be Free afwisselend geprezen en getipt, maar ook door sommige critici de grond ingeboord. Maar het lied van Georges D'Angelis en Mark Dean heeft zonder meer hele intrigerende passages, vooral in het arrangement. Dirigent is Michael Reed, een beroemde man in de musicalwereld.
Engeland en We Will Be Free, oftewel de Lonely Symphony van Frances Rouvel. En sommige mensen vinden haar stem ietsje te schel. Maar misschien toch wel weer een tweede plaats. Croatia with Nekti Lubotka, performed by Tony Cetinski. Now, as you all probably already know, we are considered a nation of storytellers. In fact, some people think that we never know when to stop. But it is that ability to tell a tale that is still with us today in our theater, our music and our film. Het filmpje gaat over de kunst in Dublin en in Ierland. De tweede deelname van het onafhankelijke Kroatië. Vorig jaar haalde de groep Poet de 15e plaats en dit jaar is het de beurt aan Tony Cetinski. In het Joegoslavische verleden heeft het land eenmaal gewonnen met Rock Me Baby van Riva, een groep met een Kroatische achtergrond. En dat bracht het festival in 1990 naar Zagreb. U weet het nog wel, het Waterloo van Maywoods. Ik wil alles met je delen. Tony Cetinski komt uit een familie van louter populaire zangers en laat zich inspireren door voorbeelden als Eros Ramazzotti, Roy Orbison en Lionel Richie. Het lied dat hij nu zingt heet Nektibu de Ljubav Sva en gaat over een verloren gegaane liefde. Jij houdt niet meer van me, maar toch is mijn liefde voor jou eeuwig, want ik geef je al mijn liefde. Componist is de 36-jarige leraar klassieke gitaar Seljan Klaterka en de tekstschrijver is een radiojournalist Jelko Krasnarić. Het heeft deze week niet zo verschrikkelijk veel indruk gemaakt, het Kroatische lied. Het is een beetje weggevallen tussen alle andere nummertjes. Dirigent is Miljenko Prohaska. Dolazi kiša sa sjevera,
jastuk miriše, al boli tvoja nevjera. Nema te, jutro me probudi, tko te ljubio, se spalio u očima. Kroatië en Tony Katenski. Een beetje ouderwets liedje, een klein beetje vlees nog vis. Portugal is er vanavond voor de 30ste keer bij en behaalde de hoogste klassering in 1972 met Carlos Mendes en in 80 met José Cid, twee keer een zevende plaats. Probleem bij de vaak goed gecomponeerde Portugese nummers is de wat harde klanken in de taal. Overigens weerhield dat vorig jaar de Nederlandse jury niet het maximale aantal punten te geven aan A Cidade a Terceira Dia van Anabella. De boekmakers waren deze week Portugal ook tamelijk gunstig gestemd en misschien slaagt de 16-jarige Sarah Tavares erin de hoogste Portugese klassering een keertje binnen te slepen. Ze is een debutante, maar ze heeft onbetwist vocale kwaliteiten waarmee ze het ver kan schoppen. Alleen had ze deze week nogal wat problemen met haar stem. Met het liedje Chamar e Música won ze de Portugese finale met overmacht, namelijk met het maximum aantal punten van alle juries, een record. De tekst is van Rosa Lobata Varia en de muziek van João Carlos Mota Oliveira. En het liedje vrij vertaald is Kom naar mij toe, mijn geliefde, mijn muziek, mijn música. En de dirigent is Tilo Krasman. Hij dirigeerde ook ooit voor Portugal in de jaren 70 en is nu terug. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música por a prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou beber licor com um filtro redentor de amor, amor, amor. Vou chamar a música
esta noite vou servir um chá. Feito de ervas e jasmim e aromas que não há. Vou chamar a música, encontrar a flor de mim, um poema de cetim. Veel applaus voor Portugal, voor Sara Tavares. Misschien een iets minder goed stuk dan vorig jaar, maar toch heel goed door haar gezongen. Een zeer veelbelovend talent. Now we have this Swiss entry, Sta Fregando, performed by Duilio. But before that, let's pay a visit to a fishing village just a mere 14 miles from this very spot, where you can hoist the jib, splice the main brace, and off you go. De visserij en Ierland en Zwitserland. Twee landen hebben tot nu toe alle 39 festivals actief meegemaakt. Duitsland, dat straks naar Nederland als 14e aantreedt. En Zwitserland, winnaar van het eerste festival in 56 met Lies Assia. En daarna in 88 hier in Dublin nog een keer met Céline Dion. Nu in Amerika en Europa een grote ster. De Zwitsers hebben het voordeel dat ze in 4 verschillende talen kunnen meedoen. Ze deden het meest met Franstalige nummers, maar dit jaar zorgen ze voor het enige Italiaanse geluid. Italië zelf doet namelijk niet mee, omdat men het festival niet rechtstreeks kon uitzenden. De 20-jarige Duilio staat nog aan het begin van zijn carrière en maakte deze week soms een wat onzekere indruk, waardoor zijn gedragen ode Sto Pregando bij de repetities niet altijd uit de verf kwam. Sto pregando betekent ik bid. Ik bid voor alle zieken om ons heen. Ik bid voor alle die de liefde zoeken en niet kunnen vinden. Ik bid voor jou. Muziek en tekst zijn van Giuseppe Scaramella. En de dirigent voor Zwitserland is Valeriano Chiaravaglia. Per chi non ha ancora capito che la vita è soltanto un gran dolore, chi crede quanto è scritto rinascerà di certo, un grande giorno e dolce quel sarà. Sto pregando per voi, per tutto il male intorno che circonda la vita. Io sto pregando per tutti, per i sogni distrutti, perché non credere. Io sto pregando cielo e sono stelle che perdoni ogni sbaglio. Io sto pregando per quelli che cercano l'amore e non sanno dov'è. Io sto pregando per voi, per tutto il male intorno che circonda la vita.
pregando nel silenzio dei ricordi, che ritorni ancora il tempo dei miei sogni. Risplenderà una luce per quelli che sapranno cercare il sole nell'oscurità. En overtuigender dan bij de repetities, dit Sto Pregando van Duilio, een emotioneel gebed op krachtige muziek. Zoals u weet is door de politieke ontwikkeling in Europa de Eurovisie nogal gegroeid, waardoor een degradatiesysteem de minst scorende landen van vorig jaar hebben moeten plaats laten maken voor nieuwe landen. Dus geen België, Denemarken, Luxemburg, Israël, Turkije en Slovenië, maar wel onder andere dit nieuwe land, Estland. En Estland zet meteen hoog in met de allerpopulairste zangeres Sylvie Vreit. En het lied Nagu Mirelaine, als een golf in goed Nederlands, met als het centrale thema dat de vrouw net zo onbekend en mysterieus is voor een man als de zee. Sylvie Vreit is vanaf 1976 actief in de Estse muziek en heeft onder andere een grote rol in Porgy & Bess vervuld. Naast haar optredens, die haar vooral in het voormalige Oostblok populair maakten, is Sylvie ook nog lerares aan het conservatorium van de Estse hoofdstad Tallinn. En op datzelfde conservatorium doseert ook componist Ivar Must. Tekstschrijfster Lelo Tungal is dichteres en kinderboekenschrijfster. De eerste bijdrage ooit van Estland. En dirigent is Urmas Latikas.
Sylvie Vrait en het debuterende Estland. Veel muzikale traditie erin verwerkt. Ook veel traditie in de kleding verwerkt. And before we go on to the Romanian entry, Dincolo de Nora, performed by Dan Bittman, let's travel through the Georgian grandeur of Dublin City. De tweede debutant in het festival is Roemenië, dat een muzikale cultuur heeft die ook wij nauwelijks kennen. Daar kan nu verandering in worden gebracht met een flink aangezette ballad, Dincolo de Nora van Dan Bittman. Dincolo de Nora betekent achter de wolken en daar schijnt, zoals wij allen weten, de zon. En op dat thema gaat dit typische liefdeslied 3 minuten door. De 32-jarige Dan Bittman heeft in talloze groepen gespeeld, waarvan de meest bekende Holograaf is. En met die groep die in eigen land de absolute top was, heeft hij heel Europa doorgereisd en is hij ook in Nederland geweest. En wie weet, misschien heeft hij hier ergens nog wel een fan. Bittman is de auteur van het lied en dat doet hij in perfecte combinatie met Antonio Fortuna, ook al een lid van die groep Holograaf. En nog een derde lid van die groep staat straks in de achtergrond. Dincolo di Nori is zo'n lied waar je eigenlijk een paar keer naar moet luisteren. En of de jury's daar voldoende tijd voor hebben gehad, blijft natuurlijk in dit geval de vraag. Eén ding is wel zeker, de Roemenen hebben geen dirigent meegenomen naar dit festival. En daarom dirigeert de gastheer Neil Killehan. Van Roemenië met Dincolo di Nori van Dan Bittman. Malta, dat nu voor de 7e keer aan het Songfestival meedoet, scoort zeker niet slecht met een 8e, een 3e en een 6e plaats in de afgelopen 3 jaren. Voordeel is ongetwijfeld het gebruik van de Engelse taal, de 2e officiële taal van het Middellandse Zee-eiland.
Wie zich het festival van vorig jaar herinnert, kent de twee vocalisten. Stonden ze vorig jaar in Mill Street nog in het achtergrondkoor. Nu zijn Maura en Chris zelf het middelpunt met More Than Love, dat ze ook schreven. Chris Cicluna, de muziek, en Maura Stavrasje, de tekst. Muziek geeft me meer dan liefde. Geeft me een lichaam en een ziel. Het is bijna een hemelse ode aan de muziek die Chris en Maura te gehoren brengen. Het valt op dat het eigenlijk een half liedje is. Het begin is heel veelbelovend. Het tweede deel gaat nogal mank aan veel herhalingen. En bij deze Maltese inzending hoort ook nog een klein vleugje Nederland. In het achtergrondkoor staat Han van Eyck, rechts in beeld, die vorig jaar bij Ruud Jacot dezelfde rol vervulde. Chris en Maura en de dirigent Anthony Kirkhope, die ooit in 1971 ook al een keer voor Malta dirigeerde. Voor Malta. En ongetwijfeld zullen zij veel punten krijgen vanavond van de verschillende juries. En na deze aankondiging is het zover. Dan is het tijd voor Willeke. The Dutch entry, Waar is de Zon, performed by Willeke Alberti. First though, let's take a look at the wild and rugged beauty of our landscape. Ireland, beautiful and natural. Het grote moment dat talloze altijd weer het gevoel van vlinders in de buik oplevert. Willeke als de andere koningin van deze 30e april. Over haar carrière hoef ik u niets meer te vertellen. Ze is al zo lang onderdeel van ons aller muzikale televisie- en radiobestaan. Talloze hits, theater, tv-series en films.
Als hier in Ierland aan collega's vertelt dat er zelfs een musical over haar geschreven wordt, dan begrijpt men hoe belangrijk Willeke in ons land is. Waar is de zon zingt ze vanavond in een iets afwijkende versie van wat u misschien kent, omdat de opening van het nummer heel intiem is gehouden om het contrast met het slot zo groot mogelijk te maken. Componist Edwin Schimschijmer zit achter de vleugel. Dian, Jody, Edward en Pim zorgen voor de backing vocals. En de gezongen tekst is natuurlijk van Koot van Doesburg. Misschien verwacht u Willeke zo in een Koninginnedag oranje jurk. Dat is niet zo. Op het laatste moment is toch gekozen voor zwart en lang. Willeke, alle succes van de wereld. Nederland houdt van je. En voor het orkest natuurlijk, voor de 15e maal, Harry van Hoof. Wat een persoonlijkheid toch. En wat een heerlijke uitvoering van Waar is de zon? En nu maar hopen en duimen dat de internationale jury's dat ook appreciëren. Van ons land naar onze oosterburen die dit jaar met een drietal dames komen. Mekado met Wir geben ein Party. En ze confronteren ons opnieuw met de auteurs Ralf Siegel en Bernd Meinunger. Siegel levert zijn 13e festivalnummer af, Meinunger zijn 10e. En beide tekenden eenmaal voor hun winnaar Nicole's Ein bisschen Friede. Wir geben ein Party is één van de favorieten voor de eindoverwinning. En je kunt ervan zeggen wat je wilt. Siegel heeft muzikaal eindelijk weer eens een geraffineerde combinatie van allerlei gejatte muzikale thema's weten te vinden. En Meinunger is er met zijn tekst in geslaagd Duits niet als Duits te laten klinken. Mekado bestaat dus uit drie zangeressen.
ME staat voor Melanie Bender, dochter van een van de leden van de groep Genghis Khan, die in 1979 met een Siegel Meinungen nummer vierde werden. K staat voor Kati Karni en Do staat voor Dorcas Kiever, een getalenteerde zangeres en actrice. Let u ook even op de keyboardspeler. Een enkele keer ziet u hem, Jerry Ricks, die al ruim 20 jaar in Duitsland werkt. Een Nederlander van geboorte natuurlijk, de zoon van Toby Ricks. Voor het feest op het podium van het Point Theater, onder de bezielende leiding van de Oostenrijkse dirigent Norbert Daum. Enthousiasme in de zaal voor Wir geben ein Party van Mekado. En nu zal Ralf Siegel afwachten of hij misschien met Bernd Meinunger afstevend op een tweede overwinning in het Eurovisie Songfestival. Next we have Slovakia with Nikonicne Piezen, performed by Martin Durinda and Tubla Tanka. And now the Liberties, the birthplace of Dublin where the Vikings dropped anchor, the heart and soul of our capital. Het centrum van Dublin ziet u in dit filmpje. Na de uitgediende Nederland en Duitsland weer een nieuw Eurovisieland, Slowakije. De Slowaken pakken het vrij modern aan met een rockachtig nummer door een van de meest populaire zangers en groepen van zowel Slowakije als Tsjechië. Martin Durinda en Tubla Tanka. De groep bestaat al sinds 1982 en speelt vooral harde rock en heavy metal, afgewisseld met een enkele ballade. Dit nummer voor het festival is dan ook niet helemaal representatief voor hun normale repertoire, maar geeft Martin Durinda en zijn makkers wel de kans om zich eens buiten de grenzen van Slowakije te manifesteren.
De titel, Nekonesha Piezen, staat voor een nooit meer ophoudend lied dat alweer gaat over een verloren gegaane liefde, de hoop dat het ooit nog eens een keer goed komt en dan nooit meer zal ophouden. Martin Sarvas schreef de tekst en de zanger Martin Durinda, duidelijke gezicht van de groep, is zelf verantwoordelijk voor de muziek. En het Ierse orkest wordt geleid door de dirigent van de Big Band van Bratislava, Vladimir Valovic. Een beetje ouderwetse popmuziek, dit van Martin Durinda. Het werd niet al te glorieus binnengehaald hier de afgelopen week, maar om nou te roepen dat het heel slecht is, dat is ook weer niet waar. Litouwen is ook een van de 7 nieuwe landen die aan dit festival meedoen. En de bijdrage uit Litouwen wordt ingeleid met een filmpje over de kathedralenstad van Ierland, Armagh. Litouwen stuurt een 36-jarige zanger die zijn sporen in eigen land al ruimschoots heeft verdiend. Ovidius Wisniaukas. En die als muzikale achtergrond een opleiding tot cellist, tot slagwerker en tot koordirigent heeft gehad. Nu is hij fulltime bezig met het maken en uitvoeren van zijn vaak wat lyrische liedjes waarvoor Gintaris Dzepskis bijna altijd de tekst schrijft. Lapsine Minemai, wat zoiets als een liefdesslaapliedje betekent, is ook weer een echt liefdeslied met proza als: de geur van je lippen is als regendruppels. Ze te voelen is sensueel. En voor dat bevredigende gevoel, daarvoor bid ik. Het is allemaal een beetje somber, zoals deze melodie en deze tekst overkomen. En dat effect wordt misschien ook wel een klein beetje versterkt door de uitstraling van de zanger. Ovidius Wisniaukas. Dirigent is Thomas Laiboeras. We'll be right back.
si piglimo nel giù. Sapnas mano vita veis. Likti tam soja vienai neleis. Tuos pačius sapnus. Mano neliesta styga, tu man neliesta. Mano sapnas į tave lieja svaigų vyną. Litouwen, het 16e liedje van dit festival door Ovidius Vyshniauskas. Next up is Norway with the duet performed by Elisabeth Andreasen and Jan Werner Danielsen. But first, let's go with our Norwegian friends to our National Gallery, home to the works of great artists from Jack B. Yeats to Caravaggio. Veel kunst in het filmpje van Noorwegen. Dat alweer voor de 34e keer aan het festival meedoet. En dit jaar komt met een krachtige popballade waarvoor een zanger en een zangeres gekozen werden. Die later zullen laten horen dat ze echt kunnen zingen. Duet heet het nummer. En de zangeres die u zo dadelijk ziet, die zullen de echte songfestivalliefhebbers herkennen. Als de ene helft van het duo Chips, dat in 82 voor Zweden uitkwam. Maar vooral natuurlijk als de helft van het duo de Bobby Sox, dat in 85 met Laat dat swingen Noorwegens tot nu toe enige overwinning opleverde. Elisabeth Andreasson. Een topzangeres die vooral ook musicalster en comedienne is. En ze heeft opnieuw een duopartner, de nog maar 17-jarige Jan Werner Danielsen. Een groot vocaal talent, dat zult u horen, die op zijn 12e al op de Noorse televisie optrad. De componist is ook al geen onbekende, Rolf Løvland, auteur van Laat het swingen, maar ook vaker als componist of als dirigent betrokken bij Noorse inzendingen. En de tekst waarin de liefde wordt vergeleken met een waterval, soms wild, soms getemd, is van de hand van Hans Olaf Mørk. En dit is dirigent Piet Knudsen. Yeah.
En dat is even voluit uitpakken voor Noorwegen. Door Elisabeth en Jan Werner, die door Bob de Roy in de proloog vanavond werd vergeleken met onze Gordon. Derry, de stad waar de Ierse songfestivalwinnares Dana vandaan kwam, vormt het decor voor de bijdrage uit Bosnië-Herzegovina, dat voor de tweede keer zelfstandig aan het festival meedoet. Ondanks de voortdurende oorlog in het land heeft Bosnië de televisie weer een inzending naar Ierland gestuurd, vooral ook om juist aan te tonen dat het land bestaat. Alma en Dejan is het duo dat het lied Ostani kraj mene ten gehore brengt. Alma, die als solozangeres al grote naam en faam heeft in haar land en die bekendheid vooral dankt aan liederen als Laat er vrede zijn in Bosnië en Sarajevo mijn stad. Haar zingende partner Dejan is zwaar gewond geraakt door een granaatscherf en was geruime tijd aan zijn arm verlamd. Maar hij zette zijn carrière in Sarajevo voort, ook met liederen over de belegering van zijn stad. Ostani kraj mene gaat echter niet over de oorlogssituatie. In Nederland staat de titel voor Blijf bij mij. Tekst en muziek zijn van Edo en Adi Mulahali Lovic. En dit is de dirigent Sinan Alimanovic, dat is de goede uitspraak. En hij kon nu wel hier naartoe komen. Vorig jaar moest hij in Sarajevo achterblijven. En natuurlijk een groot applaus voor de inzending van Bosnië en Herzegovina voor de start. En Dejan. Ze kwamen via Bosnië-Herzegovina, via Kroatië en Slovenië, waar de plaat werd opgenomen, hier naar Dublin. And next stop is the Greek entry, Deary Deary, performed by Kostas Bigalis. But first, can we take you through a city where we literally have more green space than we know what to do with? 5 rode druiven en een vissersboot op zee staan centraal in de bijdrage van Griekenland. To Trekanteri. Een groen-blauwe zee, felle zon, die oude vissersboot en 2 geliefden. Griekser kan het bijna niet. En dat wordt ook heel duidelijk in de melodie.
Griekenland heeft de afgelopen jaren met mooie melodieën door zangeressen als Katrin Karbi en Cleopatra goede resultaten behaald. Maar dit jaar wordt die melodieuze trend ingeruild voor een traditionele commerciële meezinger die buiten zijn echte titel dan ook snel de subtitel Diri Diri kreeg. Kostas Bigalis is de zanger van het lied, een man met een uitgebreide carrière in zijn land. Hij stond vele malen op de planken in opera's en musicals, onder andere Jesus Christ Superstar, en heeft een viertal zeer succesvolle cd's uitgebracht. En vanavond is hij, behalve de uitvoerende rol, ook nog eens een keer de componist en tekstschrijver, en wordt hij bijgestaan door een groep met een erg on-Griekse naam, namelijk de Sea Lovers. En ook Griekenland heeft dit jaar geen dirigent meegenomen. Daarom is die rol toebehoord aan Noel Keelehan. Veel gezelligheid en vrolijkheid in deze bijdrage uit Griekenland. Diri, Diri. Oostenrijk nu. Zonder enige twijfel herinnert u zich nog Ein bisschen Friede, dat in 82 voor Duitsland het Songfestival won, met natuurlijk zangeres Nicole. De Oostenrijkers hebben dit jaar die lijn wel erg nadrukkelijk doorgetrokken met Für den Frieden der Welt. En voor al diegenen die vrede in de wereld willen, die hopen op een betere wereld, die de waarheid zoeken, voor die mensen zingt de jonge Petra Frey haar lied. Ze is nog maar 15, maar ze heeft toch al een aantal platen opgenomen, zelfs één in het Nederlands. De melodie van het nummer van Alfons Weindorf volgt behalve Ein bisschen Friede de geëikte paden van de songfestivalnummers van de laatste jaren uit de Duitsstalige gebieden. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want dezelfde Alfons Weindorf schreef 3 jaar geleden voor Atlantis 2000 de Duitse inzending Dieser Traum darf niemals sterben, dat ver in de achterhoede eindigde.
De tekst van dit nummer is van de broers Karel en Johan Brunner, die zelf als duo ook platen maken. Oostenrijk won het laatst in 1966 met Merci Chérie van Udo Jurgens. En de dirigent die u ziet is Herman Weindorf, de broer van componist Alfons. Dat zing je zo mee voor In Vrieden der Welt van de hele jonge Petra Frey. Next we have Spain with Ella No Esea, performed by Alejandro Abad. Now, if you thought Barcelona was hot, check this out. Dublin, the city that never sleeps. De Spaanse zanger Alejandro Abad leidt ons door het nachtleven van Dublin. Spanje doet voor de 34ste keer aan het festival mee, won twee keer in 68 met Machel's La 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 en in 69 met Salomé en Vivo Cantando. En de Spaanse vocalisten en componisten leveren vaak boeiend werk af. Denk maar eens aan Eres Tú, aan Nacida para Amar en aan Bailar Pegados. Dit door Alejandro Abad zelf geschreven nummer Ella No Es Ella behoort overigens niet tot die echte topklassie. Het lied verhaalt ons over een wat schizofene driehoeksrelatie. Eén persoon met twee karakters, een onzekere kant en een kant die kracht en energie geeft. En daarom heeft hij twee vriendinnen. En dat dubbele komt ook in de muziek tot uiting, waarin Alejandro van tijd tot tijd behoorlijk kan uitpakken. Zelf noemt hij deze manier van zingen ook zijn handelsmerk en heeft er veel succes mee, vooral in zijn geboorteland Catalonië en zijn geboortestad Barcelona. Langzamerhand is hij een van de topsterren in Spanje onder de nieuwe vocale generatie. En u kan Europa met hem kennismaken.
En de dirigent is Josep Llobet. Sé que todo va peor. Y cuando pienso en la otra, soy casi, casi un dios. Ella me baja la luna y la otra despierta mi instinto animal. La otra es mi fortuna, mi musa desnuda. Temperamentvol, dit RSEA van Alejandro Abad voor Spanje. Hongarije is ook voor het eerst vertegenwoordigd bij het festival met een lied dat verhaalt over eenzaamheid, de stilte van het alleen zijn en de droefheid van een verloren gegaande liefde. Kinek Monjam El Frit Kaimet. De zangeres is Friederika, 22 jaar oud, komend uit de hoofdstad Boedapest en volgens velen een opkomende ster. Het lied valt op tijdens dit festival door zijn eenvoud. Heel klein en onschuldig door Friederika gezongen, simpel begeleid op een gitaar. In de loop van de week is er wel wat gesleuteld aan het arrangement, waardoor het wat drukker is geworden en dat is eigenlijk geen vooruitgang. De componist en tekstschrijver Sylvester Jenay is zelf jarenlang lid geweest van een popgroep die in Hongarije meer dan 10 LP's maakte, maar waarvan in het Westen nooit iets is vernomen. De Hongaren zijn erg blij dat ze eindelijk aan het Eurovisie Songfestival mogen meedoen. Vorig jaar sneuvelden ze nog in de Oost-Europese voorronde. En nu, met dit liedje, eerlijk gezegd, verdienen ze toch een hele aardige klassering. Friederika. En de Hongaarse dirigent is Peter Wolf. Csak szótlan bánat, hiú remény, nincs
Van Hongarije op het Songfestival, Friederika. En Kinek Monjan El Fit Kaimet. Okay, next we have the Russian song, Eternal Wanderer, performed by Yudiv. But before that, feast your eyes on the splendid and magnificent Antrim coast, stretching along the northeastern seaboard of this island. Tegen de achtergrond van de noordelijke kust van Ierland, Antrim, kunt u kennis maken met de eerste Russische deelnemster aan het festival, Yudiv, die eigenlijk Masha heet, maar naast het pseudoniem Yudiv ook nog een schuilnaam heeft, namelijk Pilgrim. En onder die naam schreef ze zelf de tekst voor dit Vishni Shtrunik, oftewel de eeuwige zwerver die zo nu en dan in het leven van zijn geliefde opduikt. Yudiv heeft een grote voorkeur voor blues, is ook lid van een zeer populaire groep, de Blues League. Geld voor uitzending naar dit festival had de Russische omroep niet, maar dankzij een inzamelingsactie van een beroemde Russische popzanger, Sergej Gilov, is de zaak toch nog rondgekomen. Muzikaal gezien is het een van de meest intrigerende nummers van het festival, maar het vraagt wel om een zeker inlevingsvermogen. En Yudiv die weet goed raad met deze compositie van Lev Semlinsky, een componist die tot de nieuwe generatie Russische muzici behoort. En let u ook eventjes straks op de jurk van Yudiv. Het is er één, maar ze kan er velen van maken. En de dirigent is de componist Lev Semlinsky. Yeah.
тебе через моря. Наш дом хранит твое тепло, в нем пусто без тебя. Heeft de laatste dagen aan steeds meer aanhangers gewonnen. Juju, een hele goede zangeres. De laatste van de debuterende landen in dit festival is Polen. Een land met een rijke muziektraditie. En ook een bekend liedjesfestival, bijvoorbeeld dat van Sopot. Edita Guniak is de jonge zangeres, is 21, die als tiener werd ontdekt in een amateurmusical. Een Poolse musical producer heeft haar vervolgens opgenomen in de cast van de musical Metro, die ruim 1000 keer werd uitgevoerd en zelfs Broadway haalde. Edita behoort nu tot de vaste kern van een theatergroep in Warschau, waar ze vooral veel musicals, maar ook toneel doet. Haar zeer welluidende stemgeluid komt goed tot uitdrukking in dit lied met als titel To ni ja, wat zoiets betekent als Ik ben het niet. Bij de generale repetitie vanmiddag zong Edita het lied voor een groot deel in het Engels. En dat mag niet. Alleen een aantal uitdrukkingen dat mogen. Zoals u eerder in dit festival van Duitsland hoorde. En als ze dat nu vanavond nog een keer herhaalt, dan dreigt eventueel disqualificatie. Het is een lied van de componist Stanislas Sirewicz, die intensief betrokken was bij Solidariteit. En de tekstschrijver is Jacek Sigan. En dat is weer Noel Keelehan. No.
helemaal in het Pools, gezongen door Edita Górniak. En u merkt het in dit festival, veel krachtige en welluidende stemmen. Zeker ook uit de nieuwe Eurovisielanden. Les Garçons from France, performed by Nina Morato. Let's check out the rattling hum of an ever-changing city just outside the front door of this theater in Dublin's Docklands. Frankrijk sluit de rij van dit 39e Eurovisie Songfestival hier in het Point Theater in Dublin, dat u, zoals u aan de beelden ziet, midden in het havengebied kan vinden. Nina Morato is de zangeres die u straks zal zien en rekent u vooral niet op een traditioneel chanson. Het is opvallend overigens hoezeer de Franstalige invloed op dit festival is teruggelopen. Het was in de jaren 60 en 70 vaak 1/4 van de nummers afkomstig uit de Franstalige gebieden. Dit jaar is er tussen de 25 slechts één. Je suis un vrai garçon, geschreven door Bruno Maman en door Nina Morato zelf van tekst voorzien. Het thema is heel eenvoudig. Een meisje dat niet meer naar huis wil naar haar vriendje omdat ze een ander heeft gevonden. Muzikaal wijkt het behoorlijk af van het grootste deel van de liedjes in dit festival. Het is iets popachtiger, het heeft een heel eigenzinnig ritme en niet al te veel melodie. 5 keer hebben de Fransen in de Eurovisie-historie gewonnen. De laatste keer is alweer 17 jaar geleden met Marie Myriam en L'Oiseau L'Enfant. De dirigent is een oude bekende, Alain Goraguer. In 65 dirigeerde hij France Gall in Napels naar haar overwinning. En durf mag best beloond worden. Nina Morato met Je suis un vrai garçon van Frankrijk. De laatste uit de rij van 25.
Well, there you have it. But before we get down to the real business of the evening, the voting, I would like to introduce to you an exciting and uniquely Irish performance, specially commissioned for tonight's show. 25 liedjes heeft u dus in 2 uur gehoord en nu gaat de jury de punten tellen. Ondertussen kijken wij naar een prachtige entre-act. En ik weet dat u deze tijd vaak gebruikt om de glazen weer te vullen. Maar kijk en luister vooral toch naar Riverdance. Schitterende muziek van Bill Whelan. Zang van het koor Anuna. En een adembenemende dans van 24 Ierse dansers met in hun midden Gene Butler en Michael Flatley. Het is echt een feest om te zien. Ladies and gentlemen, Riverdance. And we
En ik geloof niet dat ik iets te veel heb gezegd. Staande ovatie hier in het Point Theater voor deze dansers, voor Gene Butler en Michael Flatley, voor het koor Anuna en natuurlijk ook voor Bill Whelan, want hij heeft dit stuk geschreven. Well, how do you follow something like that? And follow it we will. The voting. First of all, ladies and gentlemen, some facts. For the past 38 years, we have made contact with the national juries only by telephone. Now tonight, for the very first time, through the miracle of satellite television, we'll actually be able to see. Puntentelling nu het moment van de waarheid. En na 38 jaar telefoneren gebeurt het nu via de satelliet en kunt u de jury's en hun voorzitters zien zitten. Elke jury telt 16 leden, 8 vakmensen en 8 geïnteresseerde muziekliefhebbers. And keeping an eye on proceedings once again to ensure that all the rules are adhered to will be Christian Clausen of the EBU. En dat is Christian Clausen die natuurlijk toezicht op de telling houdt, de zogenaamde scrutineer. En in de green room waar de artiesten zitten, daar stijgt de temperatuur nu naar het kookpunt. En nog even voor alle zekerheid, de jury's in de landen mogen pas met de puntentelling mee gaan kijken nadat ze hun eigen stemmen hoorbaar hebben uitgebracht. The 25 juries can each award points from 1 to 8. They then can award 10 points and finally a maximum of 12. Now in the event of a tie, and it can happen as you already know, the song that has received the most number of 12 points will be deemed the winner. De puntenverdeling op zichzelf is bekend, dezelfde sinds 75. 1 punt voor het tiende liedje en zo oplopen tot 8 voor het derde, 10 voor het tweede en 12 voor het eerste. En in het geval van een gelijke eindstand, zoals in 1991, beslist het meeste aantal keren 12 punten. En dit is de prijs, ontworpen door de Ierse beeldhouwster Grace Weir. En behalve winnen kan er ook dit jaar verloren worden. Indien wordt vastgehouden aan een degradatieregeling, en dat is nog niet zeker, zeg ik erbij, dan zijn alleen de eerste 16 veilig voor volgend jaar. Hier de Zweedse jury. And good evening, Dublin. This is Stockholm, and here are the votes of the Swedish jury. Austria, 1 point. Austria, 1 point. L'Autriche, 1 point. Greece, 2 points. Greece, 2 points. La Grèce, 2 points. France, 3 points. France, 3 points. La France, 3 points. Malta, 4 points. Malta, 4 points. Malte, 4 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Germany, 6 points. Germany, 6 points. L'Allemagne, 6 points. Norway, 7 points. Norway, 7 points. Norvège, 7 points. Iceland, 8 points. Iceland, 8 points. L'Islande, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. L'Irlande, 10 points. And finally, Hungary, 12 points. Hungary, 12 points. La Hongrie, 12 points. Debuterend. Thank you very much. Completes the points of the Swedish jury. Thank you very much, Marianne. Good night. Good night. And now for the votes of the Finnish national jury, we go to Solveig, awaiting our call in Helsinki, I think. Correct. Good evening, Helsinki. Good evening, Cynthia and Jerry. Good evening. May we have your votes, please? Yes, here are the votes of the Finnish jury.
Iceland, 1 point. Iceland, 1 point. Island, 1 point. Bosnia-Herzegovina, 2 points. Bosnia-Herzegovina, 2 points. Bosnia-Herzegovina, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. Allemagne, 3 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. Grèce, 4 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Malta, 6 points. Malta, 6 points. Malte, 6 points. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. Poland, 8 points. Poland, 8 points. Pologne, 8 points. Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. Chypre, 10 points. And we too give our final points. Hungary, 12 points. And the 12 points go to Hungary. Hungary, 12 points. Thank you, Sweden. And good evening. And now we're going to go to our Irish jury and Trasna na Liffa, to Eileen Dunn in Orti. Eileen, will she be on air? Tago Devon, Cynthia. Dias Marie of Galair Holland Shin, Shal Yanis Thurry, Yura in a Heron. Here now are the votes of the Irish jury. United Kingdom, 1 point. United Kingdom, 1 point. Royaume-Uni, 1 point. France, 2 points. France, 2 points. La France, 2 points. Norway, 3 points. Norway, 3 points. Norvège, 3 points. Russia, 4 points. Russia, 4 points. La Russie, 4 points. Germany, 5 points. Germany, 5 points. L'Allemagne, 5 points. Iceland, 6 points. Iceland, 6 points. L'Islande, 6 points. Poland, 7 points. Poland, 7 points. Pologne, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. La Portugal, 8 points. Malta, 10 points. Malta, 10 points. Malte, 10 points. And finally, Hungary, 12 points. Hungary, 12 points. La Hongrie, 12 points. So. And that completes the vote of the Irish jury. Dat gaat heel erg hard. And right off, we can see Hungary in the lead there at 36 points. And we now go to Nicosia, where I hope Anne is waiting to give us the votes of the Cypriot National Jury. Good evening, Nicosia. Good evening, Dublin. May we have your votes, please? Yes, here are the results of the Cyprus jury. Poland, 1 point. Poland, 1 point. Poland, 1 point. Malta, 2 points. Malta, 2 points. Malte, 2 points. Russia, 3 points. Russia, 3 points. Russie, 3 points. Pardon, 3 points. France, 4 points. France, 4 points. France, 4 points. United Kingdom, 5 points. The United Kingdom, 5 points. Wyoming, 5 points. Germany, 6 points. Germany, 6 points. Allemagne, 6 points. Austria, 7 points. Austria, 7 points. Autriche, 7 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. Norway, 10 points. Norway, 10 points. Norvège, 10 points. And Greece, 12 points. Greece, 12 points. Grèce, 12 points. And here, geen punten and voor Hongarije. The results of the Cyprus jury. Good night, Anne. Ireland leading with 25 op dit moment. We're heading northwards to Iceland. The Icelandic jury are standing by in Reykjavik, and Sigridir is there, I hope. Good evening, Sigridir. Good evening, Dublin. May we have your votes, this please? This is Reykjavik calling, and here are the results of the Icelandic jury. Norway, 1 point. Norway, 1 point. Norvège, 1 point. Sweden, 2 points. Sweden, 2 points. Suède, 2 points. Cyprus, 3 points. Cyprus, 3 points. Chypre, 3 points. Russia, 4 points.
Russia, 4 points. La Russie, 4 points. France, 5 points. France, 5 points. La France, 5 points. Poland, 6 points. Poland, 6 points. Pologne, 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Hungary, 10 points. Hungary, 10 points. La Hongrie, 10 points. And finally, Ireland. Hongarije dus als eerste 46, Ierland tweede met 37, Duitsland derde met 27 en dan 26 voor Portugal op de vierde plaats. De vijfde plaats Polen en Malta met 22. A very good evening to Cynthia and Jerry. Indeed, greetings to all of you over there in Dublin. This is BBC London. Here are the results of the United Kingdom jury. Thank you. Firstly, Malta 1 point. Malta 1 point. Malte 1 point. Hungary 2 points. Hungary 2 points. Hungary 2 points. Austria 3 points. Austria 3 points. Autriche 3 points. Norway 4 points. Norway 4 points. Norvège 4 points. Russia 5 points. Russia 5 points. Russie 5 points. Iceland 6 points. Iceland 6 points. Island 6 points. Germany 7 points. Germany 7 points. Allemagne 7 points. Portugal 8 points. Portugal 8 points. Portugal 8 points. Ireland 10 points. Ireland 10 points. Ireland 10 points. Oh. Poland, ze juichen wel. Polen 12. Finally, Poland get the 12. Poland 12 points. Polonia 12 points. Polen nu naast de Duitsers en de Portugezen op een gemeenschappelijk derde plaats. Hungary are in first position on 48 points and they are followed very closely by Ireland in second place on 47 points. So not much between them. En helaas nog een heleboel nullen, waaronder Willeke. Croatian national jury who are in Zagreb and Helga, are you there? This is Dublin calling. Could we have your votes, please? Hello, Cynthia. Hello, Gary. This is Zagreb speaking. And a very good evening to each and everyone in Dublin. And good evening and to you. And here are the votes of the Croatian jury. We start with Russia, 1 point. Russia, 1 point. La Russie, 1 point. And we go on to Austria, 2 points. Austria, 2 points. L'Autriche, 2 points. Norway, 3 points. Norway, 3 points. Norvège, 3 points. Bosnia and Herzegovina, 4 points. Bosnia Herzegovina, 4 points. La Bosnie-Herzegovine, 4 points. Hungary, 5 points. Hungary, 5 points. La Hongrie, 5 points. United Kingdom, 6 points. United Kingdom, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. Malta, 7 points. Malta, 7 points. Malte, 7 points. Poland, 8 points. Poland, 8 points. La Pologne, 8 points. Germany, 10 points. Germany, 10 points. L'Allemagne, 10 points. And last not least, Ireland. ...57 voor Ierland, 53 voor Hongarije. Het is allemaal niet meer te geloven hier in de zaal. Het dak gaat eraf. We are noted for our precipitous celebrations. Well, they're not going to forget Helga in a hurry. No, they're not. En Duitsland, derde plaats met 44. Representing the Portuguese national jury in Lisbon. Good evening, Lisbon. Good evening, Dublin. This is Lisbon, this year the Portuguese capital of culture. And so we wish to welcome you all in Lisbon. Well, indeed, and thank you. And now, the results of the Portuguese jury.
starting with Hungary, 1 point. Hungary, 1 point. Hungary, 1 point. May I just ask, Portugal, may I just ask you to just take the voting just a tad slower, just a little more slowly, please. Okay. You may continue. Russia, 2 points. Russia, 2 points. Russie, 2 points. Iceland, 3 points. Iceland, 3 points. Island, 3 points. Malta, 4 points. Malta, 4 points. Malte, 4 points. Cyprus, 5 points. Cyprus, 5 points. Chypre, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. France, 6 points. Poland, 7 points. Poland, 7 points. Pologne, 7 points. United Kingdom, 8 points. The United Kingdom, 8 points. Wyoming, 8 points. Germany, 10 points. Germany, 10 points. Allemagne, 10 points. And finally, Ireland. Nou, u hoort het. 17 punten voorsprong op het ogenblik al voor de Ieren, op de Duitsers en op de Hongaren. Hall and the rest of the guys, don't open the champagne yet, boys, though it's too early. We're going to head to Switzerland next. To the Swiss jury, we're standing by in Zurich, and Sandra is there. Good evening, Sandra. Could we have your Good votes, evening, please? Dublin. Here are the results of the Swiss jury. Norway, 1 point. Norway, 1 point. Norvège, 1 point. Cyprus, 2 points. Cyprus, 2 points. Chypre, 2 points. Iceland, 3 points. Iceland, 3 points. L'Islande, 3 points. Hungary, 4 points. Hungary, 4 points. Hungary, 4 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Malta, 6 points. Malta, 6 points. Malte, 6 points. Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. Suède, 7 points. United Kingdom, 8 points. United Kingdom, 8 points. Royaume-Uni, 8 points. Poland, 10 points. Poland, 10 points. Pologne, 10 points. And finally, Ireland. Ierland op 83, Polen op 59, Hongarije op 58, Duitsland op 54. Dat zijn op het ogenblik degenen die bovenaan staan. En dan volgt Malta met 40 en Portugal met 39. Spanje, Litouwen, Slowakije, Nederland, Roemenië, Estland, Zwitserland, Kroatië en Finland nog zonder punten. Good evening, Dublin. Lovely to have you with us. Calling. May we have your votes, please? Yes. Russia, 1 point. Can I ask you to repeat your first vote, please, Talin? Russia, 1 point. Russia, 1 point. Russie, 1 point. Sweden, 2 points. Sweden, 2 points. La Suède, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. Allemagne, 3 points. Hungary, 4 points. Hungary, 4 points. Hungary, 4 points. United Kingdom, 5 points. The United Kingdom, 5 points. Wyoming, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. France, 6 points. Malta, 7 points. Malta, 7 points. Malte, 7 points. Norway, 8 points. Norway, 8 points. Norvège, 8 points. Ireland, 10 points.
Ireland, 10 points. Irland, 10 points. Poland, 12 points. Poland, 12 points. Pologne, 12 points. And that completes the points of the Estonian jury. Good night. Thank you, Tallinn. Well. With Ireland still in the lead, Elita Gurnia, ook heel gelukkig. We're going to go over to the Romanian national jury. Met haar voorlopige tweede plaats. Standing by in Bucharest. Christina, good evening. May we have your votes, please? Yes, hello, Dublin. Hello, Cynthia and Jerry. Good evening. Here are the votes of the Romanian jury. Austria, 1 point. Austria, 1 point. L'Autriche, 1 point. Hungary, 2 points. Hungary, 2 points. La Hongrie, 2 points. Russia, 3 points. Russia, 3 points. La Russie, 3 points. Norway, 4 points. Norway, 4 points. Norvège, 4 points. Spain, 5 points. De eerste punten voor Spanje. Greece, 6 points. Greece, 6 points. La Grèce, 6 points. Poland, 7 points. Poland, 7 points. Pologne, 7 points. Ireland, 8 points. 8 points. Irlande, 8 points. Malta, 10 points. Malta, 10 points. Malte, 10 points. And Germany, 12 points. Germany, 12 points. L'Allemagne, 12 points. And that completes the votes of the Romanian jury. Thank you very much, Christina, and good night. Good night. Ireland al over de 100. Ireland admittedly in the lead with 101 points. But also thanks to Romania, Spain are on the board for the first time this evening. 78 voor Polen als tweede, 69 voor Duitsland als derde, Hongarije als vierde met 64 en dan Malta vijfde met 57. Good evening, Cynthia and Gary. This is our third Malta calling. These are the votes of the Maltese jury. Thank you very much indeed. Portugal, 1 point. 1 point. Portugal, 1 point. Poland, 2 points. Poland, 2 points. Pologne, 2 points. Sweden, 3 points. Sweden, 3 points. La Suède, 3 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. Grèce, 4 points. Ireland, 5 points. Ireland, 5 points. Irland, 5 points. Romania, 6 points. Romania, 6 points. En ook Roemenië is van de hatelijke nul af. Bosnië-Herzegovina, 7 points. Bosnië-Herzegovina, 7 points. Bosnië-Herzegovina, 7 points. Switzerland, 8 points. Switzerland, 8 points. En ook de eerste punten voor Zwitserland. Suisse, 8 points. Croatia, 10 points. En ook Kroatië is een eerste 10 punten. Malta, een bijzondere stemming. En finally Slovakia, 12 points. Slovakia, 12 points. Slovakia, 12 points. Nou, het is wel een heel bijzondere juryuitslag van Malta. Halfway through the voting at this stage, so let's take a look at the leaderboard. As you can see, Ireland in the lead on 106 points. Followed by Poland on 80 points, and there you can see the boys singing, Charlie and Paul. And now we move on with the rest of our votes. Yes, we're going to move to Netherlands, to the Dutch national jury in Hilversum. Good evening, Joop. Could we have your votes, please? And that is Joop van Os. U herkent hem allemaal. This is Hilversum calling, and here are the results of the Dutch jury. Malta, 1 point. Malta, 1 point. Malte, 1 point. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Portugal, 3 points. Portugal, 3 points. Portugal, 3 points. Germany, 4 points. Germany, 4 points. L'Allemagne, 4 points. Russia, 5 points. Russia, 5 points. La Russie, 5 points. Sweden, 6 points. Sweden, 6 points. Suède, 6 points.
Norway, 7 points. Norway, 7 points. Norvège, 7 points. Poland, 8 points. Poland, 8 points. Pologne, 8 points. Hungary, 10 points. Hungary, 10 points. La Hongrie, 10 points. And last but not least, Ireland. En wij blijven niet achter in Nederland. Ook wij kozen voor de ingetogen liedjes tijdens het festival. De Rock'n'Roll Kids uit Ierland. En het liedje van Friederica uit Hongarije. Well, almost opening the bottle of champagne, but do remember that we're only halfway through our scoring. Now we continue. With Germany. With Germany. And the votes of the German National Jury in Dresden. Good evening, Carmen. Hello, good evening, Dublin. This is Dresden calling. And here are the results of the Dresden, the German jury. Thank you. Greece, 1 point. Greece, 1 point. Grèce, 1 point. Norway, 2 points. Norway, 2 points. Norvège, 2 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Malte, 3 points. United Kingdom, 4 points. The United Kingdom, 4 points. Wyoming, 4 points. Sweden, 5 points. Sweden, 5 points. La Suède, 5 points. Russia, 6 points. Russia, 6 points. Russie, 6 points. Hungary, 7 points. Hungary, 7 points. Hungary, 7 points. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Poland, 10 points. Poland, 10 points. Poland, 10 points. And finally, Ireland. Dresden. 32 punten voorsprong. 130 tegen 98 voor Polen. En naar de derde plaats weer gekozen, geklommen Hongarije met 81. En 73 voor Duitsland op de vierde plaats. En Malta vijfde met 61. Good evening, Dublin. Bratislava calling. Here are the results of the Slovak jury. Iceland, 1 point. Iceland, 1 point. L'Islande, 1 point. Spain, 2 points. Spain, 2 points. L'Espagne, 2 points. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Poland, 4 points. Poland, 4 points. Pologne, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. Ireland, 6 points. Ireland, 6 points. L'Irlande, 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Bosnia-Herzegovina, 8 points. Bosnia-Herzegovina, 8 points. Bosnie-Herzegovine, 8 points. Malta, 10 points. Malta, 10 points. Malte, 10 points. And Croatia, 12 points. Croatia, 12 points. La Croatie, 12 points. Een heel verrassende keuze aan het slot van dit rijtje van Slowakije. Good evening, Dublin. Good evening, Bratislava. Thank you very much. Okay, I mean, you don't need a calculator to figure out where it's going at the moment. Ireland in the lead at 136 points. We move on now for the votes of the Lithuanian National Jury to Gaetana in Vilnius. Good evening, Vilnius. Hello, Dublin. May we have Vilnius your votes, online. Please? Okay, here are the results of the Lithuanian jury. Norway, 1 point. Norway, 1 point. Norvège, 1 point. Romania, 2 points. Romania, 2 points. Romanie, 2 points. Iceland, 3 points. Iceland, 3 points. Island, 3 points. Germany, 4 points. Germany, 4 points. Allemagne, 4 points. Sweden, 5 points.
Sweden, 5 points. La Suède, 5 points. Russia, 6 points. Russia, 6 points. Russie, 6 points. Malta, 7 points. Malta, 7 points. Malte, 7 points. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. Irlande, 10 points. Poland, 12 points. And finally, Poland, 12 points. Poland, 12 points. Thank you, Vilnius, and good night. Good night, Chitan. En zo blijkt Europa toch wel een beetje op een lijn te zitten. Into the spirit of celebration. We move now to our Norwegian jury. They're in Oslo. Good evening, Svede. This is Dublin calling. May we have your votes, please, Svede? Good evening, Cynthia. Yes, indeed. These are the points of the Norwegian jury. Germany, 1 point. Germany, 1 point. L'Allemagne, 1 point. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Russia, 3 points. Russia, 3 points. La Russie, 3 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. La Grèce, 4 points. Cyprus, 5 points. Cyprus, 5 points. Chypre, 5 points. Poland, 6 points. Poland, 6 points. Pologne, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. La France, 7 points. Hungary, 8 points. Hungary, 8 points. La Hongrie, 8 points. Sweden, 10 points. Sweden, 10 points. La Suède, 10 points. And finally, Ireland. Assuredly at the top with 158 points. But you think we were in New York already, or Orlando, eh? Poland, 120, and Hungary, third with 89 points. Et maintenant, nous allons passer au prochain jury, qui est le jury bosnien, qui est à Sarajevo. Bonsoir, Diana, ici Dublin. Puis-je avoir vos votes, s'il vous plaît? Bonsoir, Dublin, ici Sarajevo. Bonsoir. En de verbinding met Sarajevo is gelukt. Daar heeft iedereen natuurlijk een beetje angst voor gehad of dat zou lukken. Maar het is zover. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Voici le résultat du jury de la Bosnie-Herzégovine. Finlande, 1 point. Finlande, 1 point. En daar gaat Finland ook van de nul af. En alleen wij staan er nog op met 2 points. Pardon, encore une fois. France, 2 points. France, 2 points. France, 2 points. Hongrie, 3 points. Hongrie, 3 points. Hungary, 3 points. Royaume-Uni, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. United Kingdom, 4 points. Autriche, 5 points. Autriche, 5 points. Austria, 5 points. Norvège, 6 points. Norvège, 6 points. Norway, 6 points. Allemagne, 7 points. Allemagne, 7 points. Germany, 7 points. Pologne, 8 points. Pologne, 8 points. Poland, 8 points. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Et enfin, Malte, 12 points. Malte, 12 points. Malta, 12 points. C'était le rapport du vote du jury de la Bosnie-Herzégovine. Merci beaucoup, Diana. Au revoir, Dublin. Merci beaucoup, Diana. Et bonne soirée. Now for the votes of the en het is wel heel erg vreselijk voor Willeke. Ik heb het ontzettend met haar te doen op het ogenblik. Nog steeds op 0 punten. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Hello, Dublin. This is Athens calling. Here are the results of the Greek jury. Norway,
1 point. Norway, 1 point. Norvège, 1 point. Estonia, 2 points. Estonia, 2 points. Estonia, 2 points. De eerste 2 punten voor Estland. Slovakia, 3 points. Slovakia, 3 points. Slovakie, 3 points. Russia, 4 points. Russia, 4 points. Russie, 4 points. Croatia, 5 points. Croatia, 5 points. Croatie, 5 points. Romania, 6 points. Romania, 6 points. Romanie, 6 points. Malta, 7 points. Malta with 7 points. Malte, 7 points. Spain, 8 points. Spain, 8 points. Espagne, 8 points. Finland, 10 points. Finland, 10 points. Finland, 10 points. And Cyprus, 12 points. Cyprus with 12 points. We zouden het niet gedacht hebben. Athens for TV. Good evening, Greece. Thank you for your votes. Ze gaven elkaar weer keurig 12 punten. Griekenland aan Cyprus en Cyprus aan Griekenland. Well done, Estonia. Ierland eerste 168 punten, stevig af op de overwinning. Polen 128, Hongarije en Duitsland 92ste, allebei op de derde plaats. Maar daarboven staat nog Malta dus derde en Duitsland en Hongarije vierde. Good evening, Dublin. Here are the results of the Austrian jury. United Kingdom, 1 point. The United Kingdom, 1 point. Wyoming, 1 point. Germany, 2 points. Germany, 2 points. Allemagne, 2 points. Iceland, 3 points. Iceland, 3 points. Island, 3 points. Netherlands. En daar zijn ze dan toch. The Netherlands, 4 points. Gelukkig van die vreselijke hapelijke nul af. Sweden, 5 points. Sweden, 5 points. La Suède, 5 points. Russia, 6 points. Russia, 6 points. Russie, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. Hungary, 8 points. Hungary, 8 points. Henri, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. Irland, 10 points. And Poland, 12 points. And that completes the points of Vienna, the Austrian jury. Vienna, may I just hold you for one moment? Could you please repeat your final vote for me? Sorry, Poland, 12 points. Thank you very much. Poland, 12 points. Poland, 12 points. Het houdt voor het beeld de spanning er nog even in. Maar 38 punten en nog 5 juries. We weten de volgende winnaar. À Madrid, bonsoir Maria, ici Dublin. Puis-je avoir vos votes, s'il vous plaît? Bonsoir Cynthia, bonsoir Jerry. Bonsoir. Voici la votation du jury espagnol. Suède, 1 point. Suède, 1 point. Excusez-moi. Suède, 1 point. Sweden, 1 point. Suisse, 2 points. Suisse, 2 points. Switzerland, 2 points. Royaume-Uni, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. United Kingdom, 3 points. Chypre, 4 points. Chypre, 4 points. Cyprus, 4 points. Norvège, 5 points. Norvège, 5 points. Norway, 5 points. Islande, 6 points. Islande, 6 points. Iceland, 6 points. Bosnie-Herzégovine, 7 points. Bosnie-Herzégovine, 7 points. Bosnia-Herzegovina, 7 points. Allemagne, 8 points. Allemagne, 8 points. Germany, 8 points. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Et Portugal, 12 points. Portugal, 12 points. Portugal, 12 points. Merci beaucoup, Maria. Et bonsoir, 48 punten. Nog 4 juries. One point out, Cynthia. For those of you with calculators or anybody who understands anything about betting odds, it is actually still at the moment between Poland and Ireland. There are no runaway winners as yet. We still have
Hungary, Russia, Poland and France to call in. Cynthia. Hungary. And now we go for the votes of the Hungarian National Jury. I call on Ivan in Budapest. Good evening, yes. Ivan. Good evening. Elk punt voor Ierland, is nu voldoende. And here are the results of the Hungarian jury. Bosnia-Herzegovina, 1 point. Bosnia-Herzegovina, 1 point. Bosnie-Herzegovina, 1 point. Sweden, 2 points. Sweden, 2 points. La Suède, 2 points. United Kingdom, 3 points. The United Kingdom, 3 points. Wyoming, 3 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. Grèce, 4 points. Norway, 5 points. Norway, 5 points. Norvège, 5 points. Russia, 6 points. Russia, 6 points. Russie, 6 points. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. Poland, 8 points. Poland, 8 points. Pologne, 8 points. Ireland, 10 points. En ze zijn er. 10 points. Ierland, 10 points. Niet meer in te halen. Ierland behaalt zijn hat-trick. Germany, 12 points. 12 punten voor Duitsland. Can I confirm that your final vote goes to Germany, 12 points? Is Germany, 12 points. Thank you. Thank you, Ivan. Germany, 12 points. Allemagne, 12 points. Charlie McGettigan, good night. They're already standing. In the green room. We have the head of the Irish delegation there, Anita Nataro. In fact, last year's Eurovision director there, telling the lads to just calm down. Take it easy, boys. It's not over yet. Russia are standing by the Russian National Jury in Moscow. Good evening, Arena. This is Dublin calling. May we have your votes, please? Good evening. Hello, Dublin. Moscow calling. Here is the results of Russian jury. Iceland, 1 point. Iceland, 1 point. L'Islande, 1 point. Cyprus, 2 points. Cyprus, 2 points. Chypre, 2 points. Hungary, 3 points. Hungary, 3 points. La Hongrie, 3 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. United Kingdom, 5 points. United Kingdom, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. Poland, 6 points. Poland, 6 points. Pologne, 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Norway, 8 points. Norway, 8 points. Norvège, 8 points. France, 10 points. France, 10 points. La France, 10 points. Ireland. Ireland. 210 is een ongeëvenaard getal in het Songfestival van de laatste jaren. Niet helemaal. En ook de Ierse president kan het nauwelijks geloven. We have two more countries. I know the temptation to. And I'll just explain for the international audience. We have a song here in Ireland called Olé, Olé, Olé. When we get excited, or we get excited, we start singing it. But please don't do that just yet. It's time to go to Warsaw for the votes of the Polish national jury. Jan, good evening. May we have your votes, please? Good evening, Dublin. This is Warsaw calling. Nice to have you with us. These are the results of the Polish jury. Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. Greece, 2 points. Greece, 2 points. Grèce, 2 points. United Kingdom, 3 points. The United Kingdom, 3 points. Wyoming, 3 points. Iceland, 4 points. Iceland, 4 points. Island, 4 points. Cyprus, 5 points. Cyprus, 5 points. Chypre, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. France, 6 points. Germany, 7 points.
Germany, 7 points. Allemagne, 7 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. Russia, 10 points. Russia, 10 points. Russie, 10 points. And finally, Hungary, 12 points. Hungary gets the 12 points. Hungary, 12 points. Henri, 12 points. Good night, Warsaw. Good night. Hongarije vierde. Polen tweede. Duitsland derde. We have 218 points, but we have one final jury to go to, and they're the French jury, le jury français, qui est à Paris. Bonsoir, Laurent. Comment allez-vous? Puis-je avoir vos votes, s'il vous plaît? Bonsoir, Dublin. Voici les résultats de vote du jury français. Russie, 1 point. Russie, 1 point. Russia, 1 point. Espagne, 2 points. Espagne, 2 points. Spain, 2 points. Chypre, 3 points. Chypre, 3 points. Cyprus, 3 points. Islande, 4 points. Islande, 4 points. Iceland, 4 points. Suisse, 5 points. Suisse, 5 points. Switzerland, 5 points. Portugal, 6 points. Portugal, 6 points. Portugal, 6 points. Hongrie, 7 points. Hongrie, 7 points. Hungary, 7 points. Irlande, 8 points. Irlande, 8 points. Ireland, 8 points. Bosnie, 10 points. Bosnie-Herzegovine, 10 points. Bosnia-Herzegovina, 10 points. Et enfin, Pologne, 12 points. Pologne, 12 points. Poland, 12 points. Merci beaucoup, Laurent, et bonsoir. Bonsoir. Nu, u hoort het in de zaal. Het is helemaal helder, het is helemaal duidelijk. Ierland voor de derde keer winnaar van het Eurovisie Songfestival. Na Linda Martin, na Niamh Kavanagh, nu Paul Harrington en Charlie McGettigan met een liedje van Brendan Graham, de Rock and Roll Kids. En laten we eerlijk zijn, ze verdienen het. Een prachtig nummer. Fantastische compositie, mooi uitgevoerd. Een moment van rust in een avond waarin ook veel minder mooie nummers waren te horen. Polen, met een goed zingende zangeres Edita Korniak, met Tony Ja op de tweede plaats gekomen. Ladies and gentlemen, as you have seen and heard, we have a result. Ireland are the winners of this year's Eurovision. En wat moet daar nog aan toe te voegen zijn? Oh, toch even hulde voor Brendan Graham. In 1976 deed hij mee als componist met het lied When for Red Hurley. In 85 met een lied voor Maria Christian, Wait Until the Weekend Comes. En nu is hij er eindelijk ook in geslaagd het nummer te schrijven wat nummer 1 is op een Eurovisie Songfestival. Daar staat Niamh Kavanagh met de prijs in haar handen naast de presentatoren om die zo weer te gaan doorgeven. De prijs die zij vorig jaar ontving uit de handen van Linda Martin kan zij nu doorgeven aan Paul Harrington en Charlie McGettigan. Ja, en naast deze vreugde hoort ons verdriet. Het is heel erg droef afgelopen met Willeke. Ze is echt helemaal in de onderste regionen terechtgekomen. Als ik goed heb verteld, is het de 23e plaats geworden. Maar zie hier de feestvreugde, want dat is ook onderdeel van het spel wat hoort bij een Eurovisie Songfestival. Er zijn winnaars en verliezers en hier staan de echte winnaars van 1994.
gagnante de l'année passée, Liv Kavner, va maintenant présenter le Grand Prix de l'Eurovision au vainqueur de cette année. And to present this year's Grand Prix, ladies and gentlemen, would you please welcome last year's winner, Liv Kavner. Where is our composer? Mr. Crane, our composer of this, the winning song for the 39th Eurovision Song Contest, Brendan Graham, ladies and gentlemen. And that is the Brendan Graham. And so, my friends, we've come to the end of another Eurovision year. I'd like, if I still have any breath in my body left, yes, you do. After the excitement yes, of tonight, to thank you all for being such a wonderful audience and for being with us here this evening, and to all of you all over the Eurovision Network, thank you for joining us tonight. We look forward to next year in the 40th Eurovision Song Contest. En waar zal die gehouden worden? Wordt het weer Ierland? Heeft de Ierse omroep nog geld genoeg om het te gaan presenteren? Maar ja, het is wel het 40ste Songfestival. En er zit een kleine kans in dat wij inderdaad misschien niet mee mogen doen. 10e werd Engeland, 9e Rusland, 8e Portugal, de 7e plaats voor Frankrijk, de 6e plaats voor Noorwegen, de 5e plaats voor Malta, de 4e plaats voor Hongarije, de 3e plaats voor Duitsland, de 2e plaats voor Polen. En hier is het winnende lied van dit Eurovisie Songfestival, de Rock and Roll Kids van Paul Harrington en Charlie McGettigan. I remember 62. I was 16 and so were you. And we lived next door on the avenue. Jerry Lee was big and Elvis too. Blue jeans and blue suede shoes. And we never knew what life held in store. We just wanted to rock and roll forevermore. Come on, Charlie. We were the rock and roll kids, and rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio, I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love with the girl next door. Mary's down at the record store. They don't want to be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak. Too busy running to a different beat. Hard to understand. We were once like that. And how I wish we could find those rock and roll days again. Made it out, Charlie. All together. We were the rock and roll kids. And rock and roll was all we did. Listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Was once upon a time. Now we never seem to rock and roll. We just never seem to rock and roll.
kwaliteit van het Songfestival. Het is 1 mei geworden. Voor Willeke is het niet goed afgelopen. Dames en heren, hartelijk bedankt voor het kijken en tot ziens.